During my first ride with the new Noah Fast, I could immediately feel that the power I can produce is just going forward and not to the sides. Plus, of course, the aerodynamic factor is also something you can feel immediately, and it was just a ride I enjoyed a lot. De Noah Fast is niet zomaar een aerofiets. We hebben de limieten van de aerodynamica gevonden. Dan hebben wij de kennis van onze Helium SLX toegepast. En deze kennis zorgt ervoor dat het gewicht een stuk lager zit. Lager in gewicht, hoger in stijfheid. Maar niet alleen dat, we hebben ook het comfortaspect van de Helium SLX toegepast. De Noah Fast is de meest comfortabele super aerofiets van de hele wereld. Onze nieuwe Noah Fast heeft meerdere technologieën. Eerst en vooral uiteraard de vorm. Die hebben we bepaald met behulp van CFD-analyses en verschillende windtunneltesten. Het volledig geïntegreerde stuur dat ook volledig geïntegreerd is in de fiets. Dan hebben we onze F-Surface die we al op onze vorige Noah hadden, maar nu verder geoptimaliseerd. Dan de F-Wings, een nieuwe technologie die we gebruiken achter de naaf van de voorvork. En dan uiteindelijk een volledige integratie van alle componenten in de fiets. The integrated handlebar is from the design like something what is a must-have in these times. Zoals je kan zien is het stuur volledig uit één geheel gemaakt. We maken ook gebruik van dezelfde aerovormen die we ook gebruikt hebben voor het frame en voor de vork. En ook alle kabels zijn volledig intern weggewerkt. Door de verregaande integratie bij de huidige aerofietsen is de complexiteit dan ook wel aanzienlijk de hoogte ingegaan. Daarom hebben we hier ook wel een werkpunt van gemaakt, om ervoor te zorgen dat alles zo simpel mogelijk blijft. En we zijn er toch wel vrij goed in geslaagd, denk ik. Want bijvoorbeeld het vervangen van een simpele mechanische remkabel kan gebeuren binnen de 1 à 2 minuutjes. My first impression of the new Noah Fast is just when you see it and look at it, you just want to buy it. We'll be right back.